Een jaar geleden mocht ik al een keertje spelen met de Morpheus, heette die toen, van Sony. En dat was memorabele minuten. Nu, een jaar verder, heb ik hier de PlayStation 4R en ik ga er een uur mee spelen. En dan krijg je van die beelden dat je mij ziet zwaaien met mijn armen door de ruimte heen en een beetje in het niet ziet kijken. Maar wat ik te zien krijg is echt te gek. En je kunt dat meekijken op het scherm daar. Dit is het spel Rush of Blood, een verlaten pretpark. En je kan blijkbaar nog steeds gebruik maken van een bepaalde attractie waarbij je moet schieten op allerlei doelen. Dat doe ik met deze Move controllers, die overigens niet worden meegeleverd, maar die je wel nodig hebt voor het spel. En het leuke daarvan is dat het geluid echt te gek is gedaan. Het 3D-geluid noemen ze dat bij Sony. Normaal zou het geluid meebewegen als je van links naar rechts gaat met je hoofd. Maar in dit geval blijft het staan alsof het, alsof het echt zo is. Dus als iemand naast jou rechts staat te praten en je draait met je hoofd naar rechts, dan hoor je hem opeens voor je praten. Dit is hier zo'n schrikmomentje. En de reden dat je dat kan zien is dat er een unit zit tussen de headset en de PlayStation 4, dat is de processor unit. En die zorgt onder andere ervoor dat je dus de beelden kan doorsturen naar je tv. Hij zorgt er ook voor dat games voor de PlayStation 4 die nog niet klaar zijn voor de VR, dat die ook daarop te spelen zijn. En dat 3D audio wat ik je net vertelde wordt ook in die processor geregeld. Dus toch wel een belangrijk apparaatje wat tussen je PlayStation 4 en VR wordt geplaatst. Maar gewoon mee wordt geleverd op 13 oktober als de PlayStation VR internationaal wordt gelanceerd. Voor de duidelijkheid, de hoofdtelefoon die je hier in beeld ziet, die wordt niet meegeleverd. Er zit wel een hoofdtelefoontje bij, of meer een in-ear hoofdtelefoon. En je kan in feite elke hoofdtelefoon aansluiten die je maar zou willen. Dit was dus de eerste hands-on. Lekker een uur gespeeld met de PlayStation VR.